kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jude Remus. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op de belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een live is. Voilà. Ik ben dus even afgelopen op 16 seconden tijd. Top. Ik heb me even bezig gehouden bij mijn e-mails. Dus voor te inscriben op nieuwsbrieven. Want dat is ook nog eens hoog nodig dat je daar... mee aan het werk gaat, dus ik kreeg redelijk wel veel e-mails binnen. Zowel op dimitri.remus@gmail.com, tot op dimitri.remus@cyclotv.be, als info@cyclotv.be, als redactie@cyclotv.be, redactie.evo@gmail.com. Jawel, oh, ik kreeg allemaal spammails op. Dan, straks ga ik ook naar een verjaardagsfeestje toe. Jawel, dames en heren, dat gaat ook gebeuren. Van het blijven bestaan van één iemand, jawel, zij wordt 1 jaar, proficiat. En ik ga de naam niet noemen, omwille van, dan krijg ik weer gezeik van bepaalde mensen en dat wil ik ook niet. Dus dan ga ik dat er ook uitlaten, maar ik ga wel zingen voor haar. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hippetepiep, hoera! Hippetepiep, hoera! En hippetepiep, hoera! Proficiat met uw 1-jarig bestaan. Dus lang zal ze leven. Oh, ik kan er zo uren op blijven zingen als er iemand jarig is. Oh, dat doet me deugd, dat doet me deugd, dat doet me deugd. Ja. En daar gaan we zelfs dus even aan naartoe gaan voor een leuk feestje. Om 2 uur is dat vandaag. De vlog komt ook nog tijdig online, dus dat is ook al goed. Ik heb al iets gemeend met mijn megaproject. Ik dacht dat ik die fragmenten ook kon inkorten op YouTube. Maar omwille van dat dat een hele waslijst was met copyright... Ja, ik wou muziek online zetten op mijn YouTube-kanaal. Heb ik het terug er maar vanaf gehaald. En ik heb er zo lang op moeten renderen. En die bestand is, eens even gewoon kijken. Die was in totaal... 78,5 gigabyte groot. Ik heb daar in totaal meer dan 80 uur op moeten zitten te renderen. Dus redelijk wat dagen. En dan ga ik het niet op YouTube. Top. Echt top, 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 top. Vind ik wel jammer. En nee, ik ga het ook niet op mijn webspace zetten, want dat is echt een heel groot bestandje. Met allemaal kerstmismuziek erop. Dus zowel copyright kerstmismuziek blijkbaar als niet copyright kerstmismuziek. Oké. Voor de rest, ja, ik ga jullie dan laten. Ik ga nog een en ander nog een paar dingen mee bezighouden tot 2 uren. Hoe of wat, dat weet ik nog niet. Dat ga ik nog moeten bezien. En ondertussen staat ook nog Dimitri V... Nee, Dimitri... Dimitri, Dimitri... Echt waar, ik ben... Ik ben er nog altijd niet mee, wacht hè. Dimitri, Vegas en Like Mike. Voilà, zo was het. Ja, 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 ja. Ik ga ook eens even eens kijken hoe het zit ook op Steam. Ook eens even kijken als er wat gaming nieuws is. Eens even kijken, hè. Gaming nieuws. Even kijken, hè. Gaming nieuws. Type ik zo in op Google. Kijken op welke websites dat we dan terechtkomen. Op, bijvoorbeeld op gamer.nl. Gamer.nl. Welke headliners hebben jullie? PlayStation Rap uit 2023. Zo bekijk je de persoonlijke puntje, puntje, puntje. Dan heb je daar ook nog GTA 5 versus GTA 6 details. Zoals NPC's, auto's. En winkels en vergelijken. De
Ik ga gewoon voorlezen. Het komt van gamer.nl. De eerste Grand Theft Auto 6 trailer is onlangs verschenen en na dik 10 jaar hebben we eindelijk een glimp opgevangen van hoe het vervolg op GTA 5 eruit komt te zien. Met totale ontwikkeltijd van 12 jaar zal het verschil tussen het nieuwste deel en zijn voorganger dan ook gigantisch zijn. Dat valt al wel redelijk op te maken uit de eerste trailer. Tussen de avontuur in Los Santos en het vernieuwde Vice City zit namelijk een enorm verschil. GTA 5 werd ontworpen voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Terwijl GTA 6 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S gemaakt wordt, een complete generatie is daarmee overgeslagen en dat merk je aan hoe groot het verschillen zijn. Dus ja, dus als je de ganse artikel wilt lezen, dus ik ga die niet helemaal voorlezen. Het is een hele gigantische artikel. Ik ga naar gamer.nl. De headline was, Grand Theft Auto 5 versus Grand Theft Auto 6. Details zoals NPC's, auto's en winkels vergeleken. En dan heb je nog, wat hebben we gespeeld dit weekend? City Skylines 2 en de Finals. Dan nog een headline, de Grand Theft Auto 6, alle geruchten en feiten op een rij. Sony, Microsoft, Nintendo, Wii wint 2023, Ron en Erik podcast 474. Blijkbaar doen ze daar ook podcasts op hun website, dus dat is ook wel iets heel leuks. Misschien wel ook wel in de achterhoofd te houden, misschien dat we dat ook bij Psycho TV kunnen doen, zo'n soort podcast. Met bepaalde mensen hier dan aan tafel. Waar we bijvoorbeeld over nutteloze dingen gaan praten. Bijvoorbeeld. Waar jullie dan ook bijvoorbeeld kunnen aanwezig zijn. Ja, dat ga ik wel doen. Dat wil ik wel doen. Hier zo dan bij mij thuis. Het wordt ook dan gefilmd en al. Wilt je een leuk gesprek bij mij? Laat het mij dan via de e-mail weten. info@psychotv.be. En schrijf gewoon dan daarbij van boven bij de onderwerp. Podcastontmoeting. En dan kijk ik wel naar jouw e-mail. Dan zien we wel wat er allemaal gaat verschijnen op mijn YouTube-kanaal. Voilà, bij deze. Dan eens even denken wat we nog kunnen doen. In mijn vlog te steken. Misschien heb ik nog deze naam van misschien. Ik zeg gewoon misschien. Het is niet 100% zeker dat ik misschien nog wel een livestreamje ga doen. Welke game? Take Grand Theft Auto 5. Met die verhaallijnen verder af te werken. En dan wil ik wel ook zo gelijk singleplayer games gaan spelen. Eens even kijken als ik dat ook hier kan aanzetten. Singleplayer games. Zo gelijk, ik wil dan bijvoorbeeld Asphalt 9 Legends volledig gaan uitspelen. Beer Factory gaan uitspelen. Blocky Snake bijvoorbeeld. Carmageddon Max Damage. En Recreation. Dan zie ik hier ook nog op een single player mode. Maar bijvoorbeeld Disney Speed Storm. Ik weet niet wat er juist inhoudt. Dus dat wil ik allemaal leren ontdekken. En dan de ganse Half-Life serie. Wil ik ook wel eens online gaan doen. En ook gaan uitspelen. Zoals like Half-Life Source. Half-Life Restarted. Half-Life Upper Things Force. Half-Life Blue Shift. Half-Life Absolute Zero. Half-Life 2 Yearlong Alarm. Half-Life 2 Update. Half-Life 2 Lost Cast. Half-Life 2 Episode 1. Half-Life 2 Episode 2. Half-Life 2 Downfall. Half-Life 2 en Half-Life. Bijvoorbeeld allemaal gaan te spelen en uit te spelen. Dan kan ik bijvoorbeeld ook nog Portal uitspelen. Rollercoaster Tycoon uitspelen. Train Simulator. Alle dingen. Projecten gaan uitspelen. Dat kan ik ook dan nog allemaal gaan doen. Dan bijvoorbeeld ook met Trackmania alle mappen eens uitspelen. Bijvoorbeeld die ze zelf hebben gereleased. Noem maar op. Dus ik kan nog zoveel doen. Hè. Zoveel doen met Psycho TV. Jawel, voor nog een hele mooie
toekomst te laten verlopen. En dan moet Benny niet de slimste, want die gaan zeggen, zeg je weer al spelletjes aan het spelen, ja, bla bla, die dat. Als dat u niet aanstaat, ben ik de slimste, ja, dan moet je maar een andere YouTube-kanaal gaan zoeken. Ik ben daar gewoon heel cru in en rechtuit in. Dus als het u niet aanstaat, ja, dan moet je een andere YouTuber zien te volgen. Voilà. Ik ga mij ook niet meer laten doen bij deze. Ik ga jullie nu laten. Ik ga mij zo wat klaarmaken. Ik ga ook nog kijken wat ik nog een en ander nog op mijn computer kan doen. En dan is het dan zo in orde maken voor naar richting het verjaardagsfeestje te gaan. Tot later, yo. Zo, met het naar douchen en mij fris opgemaakt te hebben, vertrek ik nu naar het verjaardagsfeestje. Zet er één. En de duur, oké. Alsjeblieft. Vertrek ik naar het verjaardagsfeestje en dan ga ik kijken wat we daarna nog gaan doen. Dat weet ik nog niet. Maar ik ga ervan genieten. Ik zal het zo zeggen. Tot straks allemaal. Yo. Hallo kikkers. Dit is het laatste fragment wat ik ga opnemen. Want ik ben nu terug thuis aangekomen na het feestje. En na mijn schatje terug thuis te brengen. En kijk eens hoe mooi dat hier aan het flikkeren is bij mij. Wauw. Voilà, mijn kerstverlichting hangt ook uit. Yippie-ki-yay. En nu hopelijk, met het afmelden van deze vlog, even mijn gsm wegsteken. Anders zelfs lijkt die misschien terug op de grond vallen. En dat is niet de bedoeling. Jullie horen ook dat ik continu met mijn sleutels bezig ben. Voor binnen te geraken natuurlijk. Valassa, hier ben ik dan. Yo. Valassa. Het feestje was echt heel plezant. Dankjewel. Twee personen die dat hebben georganiseerd. Alleen spijtig aan jullie kant dat er zo weinig volk is afgekomen. Maar het was wel plezant. We hebben gelachen, we hebben getierd. En ja. Nu gaan jullie het misschien verkeerd opvatten. Ik heb ook met twee poesjes gespeeld. Twee katten. Dus ja, die kwamen dan zo op mij liggen. Ik ben dan heel mooi rustig zo. Aai, kis. Ja, dat moet ook gebeuren, hè, mensen. Als de diertjes zo op uw schootje komen liggen of zitten. En dan zo met een lekker... Allee, hoe noemen ze dat? Als zo een kat begint te... Dat doen. Noemen ze zoiets. Laat het in de comments eens weten. Nu ben ik wel heel zwaar benieuwd. Nu denken jullie van, heb jij nu het licht niet laten aanstaan bij u thuis? Nee, ik heb het terug zo kunnen instellen. Als ik 100 meter van bij mijn thuis af ben, dat dan hier bij mijn thuis dan gewoon de verlichting aanspringt. Nu, nog een en ander nog gauw doen. Vlog in de kanten steken. Vlog uploaden. Vlog uploaden is voor morgen vroeg. Hier nog een en ander nog wat opruimen. Ik zie dat, dat de games heel mooi binnen zijn aan het komen. Ja, ik had in de verkeerde Steam app geïnstalleerd. Ik ga het zo even verduidelijken. Steam 2. Maar dat was eigenlijk niet voor de officiële Steam erop te installeren. Het was voor eens iets anders te proberen. En dan, klik ik daar op uninstall. Ik dacht, dan zal die dat folterke wel bepaalde dingen er wel uithalen. Nee. Wat doet die uninstaller? Die delete al mijn bestanden. 1, zoveel terabyte. Nu ben ik weer al alles zo aan het binnen aan het halen. Zo gelijk, ik wil pretbike reviews doen en alles op Rollercoaster Friends of noem maar op. Rollercoaster Tycoon World zie ik hier nu ook zo op staan. Die zouden we dan ook nog verder moeten downloaden. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik ga ook mijn jas nu uitdoen. Ik ben nu verder en wel thuis aangekomen. Dus voilà.
Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn buikje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later allemaal. Yo.